Ja, we zijn er heel druk mee bezig. Het gaat geen dag voorbij dat je denkt van... was het maar 5 oktober... We hadden gehoopt ook dat we hem daar zouden zien, dat je face-to-face komt te staan. En nu ja, dan krijg je te horen dat het niet mag. Ja, dat doet zeer. Wij willen hem zien. En niet zozeer dat ik hem persoonlijk wil zien, maar meer zien, heeft hij berouw. Bij ons staat het nog op netvlies. Iedere steek, ieder wondje wat ze had. En dat zullen wij nooit meer vergeten. En nooit meer vergeven? Nee, ik kan haar nooit meer vergeven. Omdat ik haar heel dicht bij me wil houden. En ik wil niet dat zij verdwaald is of zo. Ik wil haar gewoon echt bij me hebben. Het is niet alleen Shelley's leven wat hij heeft afgenomen. Heel veel mensen's leven heeft hij afgenomen en kapot gemaakt. Hij moet niet alleen veroordeeld worden wat hij Shelley heeft aangedaan. Ik word geen oma meer. Ik zie Shelley nooit meer trouwen. En allemaal door één zo'n klootzak. Wanneer is er voor jou gerechtigheid in deze zaak? Levenslang. En mensen zullen het ook zien als ze zien hoe ze toegetakeld is. Dit is niet normaal. En dat wil niet zeggen dat een andere moordzaak goedkeuren is, hoor, echt niet. Maar dan denk ik, joh, je hebt er gewoon letterlijk helemaal kapot gemaakt. En het is niet alleen Shelley heeft levenslang, maar wij ook.